In ondiep overleg wordt in de Spelen samen met de heer Kip en de bewoners de toestand van de woningen in Ondiep besproken. En Ondiep TV kijkt en luistert mee. Velen zien dat de sociale huurwoningen in Ondiep worden verkocht. Jongeren uit Ondiep kunnen niet aan een woning komen en tenslotte in Nederland, in Utrecht, maar zeker ook in Ondiep wordt geregeld gesproken over het tekort aan betaalbare woningen. In de afgelopen 10 jaar is Mitros begonnen met de verkoop van sociale huurwoningen in Ondiep. Langzaam maar zeker worden er steeds meer sociale huurwoningen verkocht. Meer dan voorafgaand aan de herstructurering in Ondiep is afgesproken, is onze inschatting. Bewoners konden toen prima leven met de verkopen, maar nu is genoeg is genoeg. Kunt u in het kort uitleggen waarom de sociale huurwoningen in Ondiep moeten worden verkocht? Of tenminste een aantal ervan? Ja, om te beginnen, we verkopen maar een heel klein aantal. Hè. Ongeveer 1% van de woningen, 15 per jaar in Ondiep verkopen we. Dat doen we omdat we als Mitros heel veel sociale huurwoningen willen aanbieden in de stad. Daar heb je geld voor nodig. Dan moet je zo af en toe wat verkopen om dan per saldo toch te groeien. Dus steeds meer mensen een sociale huurwoning aan te kunnen bieden. En dat doen we heel zorgvuldig. En het is onze opdracht om ook in Ondiep te zorgen voor goede woningen. Dus dat geld wat we met die verkoop krijgen, daar bouwen we soms ook in Ondiep nieuwe woningen van. Daar knappen we woningen van op, zodat onze huurders prettig kunnen wonen. Dat was de verkoop van de sociale huurwoningen. Wat is jouw mening erover? Nou, bij mij in de straat bijvoorbeeld hebben mensen een tijd geleden een huurwoning gekocht, vorig jaar. En die lopen nu al te denken om hun winst te verkopen. Dus het zijn niet alleen kopers, maar het zijn ook speculanten. En daar moeten wij voor blijven in deze wijk. En waarom moeten wij dat voor blijven? Dorp in de stad. Kijk eens naar de Langse Teuzen. Dat ziet er toch niet meer uit als een dorp? Hou het een dorp alsjeblieft. De dorpse mentaliteit. Zorg voor elkaar, ben goed voor elkaar. Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen in Ondiep prettig wonen. En ik begrijp best dat ze het gevoel van vroeger, hè, Ondiep dorp in de stad, vast willen houden. Maar de realiteit is natuurlijk ook dat wijken langzaam veranderen. En Ondiep dus ook. Er komen mensen van buiten hier wonen. En ik denk ook dat dat een heel natuurlijk en goed proces is. En dus verandert dan langzaam de wijk met die bewoners die er komen. Ik vind het belangrijk dat, of je nou Ondiep een dorp in de stad vindt of niet, dat de bewoners van Ondiep hier prettig wonen. In goede huizen, in een wijk die ze na aan het hart ligt. Dat is onze inzet. En of dat een dorp in de stad is of een wat groter stadje in de nog grotere stad, dat merken we met z'n allen wel. En het andere punt is, dat is de tweede die ik lastig vind in dit verhaal, is dat jij rekent gewoon met sociale huurwoningen. Maar de mensen die hier zitten zien denk ik heel duidelijk dat er dus heel veel goedkope sociale huurwoningen verdwijnen. Want die worden of gesloopt of verkocht. Terwijl wat er dus bij komt, dat jij gewoon in dezelfde voorraad en zegt, ja, we gaan langzaam omhoog. Dat is voor een hoop van die mensen hier gewoon onbetaalbaar. Dat vinden ze te duur. Twee goede vragen, maar ik fijn vind dat je ze stelt. Want ik denk eigenlijk ook dat ermee bedoeld wordt dat ook veel huizen voor de gewone Ondieper onbetaalbaar zijn geworden in Ondiep. Deelt u die mening? Nou, wat je natuurlijk ziet is dat Ondiep een populaire wijk aan het worden is. Dus dat wil zeggen dat als de koopwoningen die hier staan, die stijgen in prijs. Maar je kunt ook zeggen, daar mogen we ook wel een beetje trots op zijn. Want blijkbaar willen mensen graag hier wonen. Het is niet zo dat het aantal sociale huurwoningen, het is wel gedaald. Maar er zijn nog steeds heel veel voor allerlei mensen die hier misschien met een kleinere beurs ook willen wonen. En dat houden we ook vol. Dus wat dat betreft denk ik, ja, het klopt. De koopwoningen zijn hier vast duurder geworden, maar dat zijn ze overal. Maar het is nog steeds goed wonen in Ondiep, ook voor mensen met een laag inkomen. Wat wilde jij graag laten horen? Ik wilde vooral Mitros meegeven dat ik me heel erg herken in het verhaal dat huurders zich niet serieus genomen voelen. Dat je soms zo bond moet maken dat je de huurcommissie moet inschakelen om iets gedaan te krijgen. En dat ik vind dat ze echt wel meer moeten investeren in woningen. Wat is jouw belangrijkste punt geweest vanavond? Het niet adequaat reageren van Mitros. En daar kwam ik uit heel veel dingen naar voren toe. Op klachten van de bewoners. Hou tender mee omgaan. Boven de mensen staan. De gemeente doet dat ook. Ze schuiven af op elkaar. Er zijn ook veel klachten over het uitvoeren of de uitgevoerde renovatie. Wat vindt u daarvan? Ik heb er ontzettend veel begrip voor dat als mensen een woning hebben die gerenoveerd worden, dat ze daar misschien tegenop zien, dat ze er overlast van hebben. Dat proberen we zoveel mogelijk te beperken en we houden altijd het doel voor ogen dat na die renovatie of het grote onderhoud de hele mooie woningen weer staan voor heel lang. Daar moeten we even door de zure appel heen bijten. We doen ons uiterste best om die processen goed te doen zonder al te veel overlast.
Maar ja, soms zit het een beetje tegen bij bouwen en dan loopt er wel eens wat mis. Maar uiteindelijk hebben we mooie woningen. CV en zonnepanelen op een dak. Betaalt dit 3-10 uur schoning en het moet bijbetalen door de energie. Waar houdt u helemaal zo de energierekening vandaan dan? Hoe is de avond verlopen? Nou, volgens mij was die best wel goed. Hè? Mensen hebben hun klachten en problemen neer kunnen leggen bij meneer Kip. En de opkomst vond ik ook heel erg groot. Dus ik vond het wel een geslaagde avond. Verhelderend. Geen toezeggingen, maar wel dapper van Mitros dat ze überhaupt de confrontatie aangaan. Want die wisten gewoon dat ze een hoop gezeik over zich heen zouden krijgen. De samenhang van de buurt doet me heel erg goed. Ik merk nou ook, voel me eigenlijk veel meer betrokken door deze avond. Ik heb hoop voor de toekomst in ieder geval. We wonen in principe in een prachtwijkje, Bert. Wat verwacht je dat hij met de opmerkingen en de klachten doet? Ja, je hebt verwachten en hopen. ik hoop dat hij nu de gezichten achter de huurders ziet en de persoonlijke verhalen. En dat dat hem heeft geraakt, hè, dat het hem iets doet als mens. En dat hij de mensen die nu verantwoordelijk zijn voor het contact met de huurders daar beter op gaat aansturen.